Ja, wat zouden we vandaag gaan doen? Het is pittig. Ik heb al gecanicrossed, ik heb al gestept. En vandaag gaan we nog een tandje verder. Sam, die ken je misschien nog wel van het kanovaren en het suppen. Dus ik dacht, veilige optie. Ik vraag Sam of hij vandaag het bikejoren eerst wil gaan doen, voordat ik ga. Toch, Sam? Want jij vindt het hartstikke leuk. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik heb er echt zin in. Je hebt er echt zin in, ja. Hè? Ja, nou mooi. Dat is wel echt heel fijn dat hij mij wil redden. Sam, succes. Ja, ik kijk even of het goed gaat en dan ga ik daarna misschien. Is goed. Bikejoren is mountainbiken met de hond, waarbij de hond voor de fiets uitloopt en je enigszins voorttrekt. Maar het is wel de bedoeling dat je zelf ook behoorlijk meetrapt. Wanneer je wil gaan bikejoren, dan is het belangrijk dat je een ontheffing aanvraagt. Want het is in Nederland eigenlijk verboden om je hond voor een fiets te hangen of voor een step. Vervolgens heb je natuurlijk een fiets nodig met goede remmen en een goede hond. Ja, nu gaan wij er maar voor, hè, Carlien? Nou ja, Sam dan, nu. Ja, wat belangrijk is, is dat je goed op je hond let. Die moet dadelijk natuurlijk voor je fiets uitlopen en goed kijken hoe die reageert. Belangrijk is dat je je handen op de remmen houdt, zodat je tijdig kunt afremmen als het te hard gaat of als hij opeens een andere beweging maakt. Voor de rest moet je goed stevig op je fiets blijven zitten. Wie gaat er vooruit fietsen of lopen? Wat gaan we doen? Ik denk dat Mees het fijnste vindt om achter jou aan te rennen. Ja. Dus jij gaat gewoon op mijn fiets vooruit. Met bikejoren is het extra belangrijk dat de hond goed luistert. En met bikejoren gebruiken we een aantal commando's. Natuurlijk het commando links. En wij gebruiken daarvoor ho uit de sledehondensport. G uit de sledehondensport, dat is dan weer rechts. Als de hond wat langzamer moet, zeggen wij gewoon rustig. En uiteraard het commando stop. Ja, je hebt een goede stand-in. Maar nu ga je zelf toch ook? Klotsende oksels. Aan Mees ligt het niet, die gaat gewoon. Wat wil je? Maar ik ga het doen. Rustig. Ja, doe maar. Ja. Beetje trappen. Mees, rustig. Blijf zitten. Sam, stop. Stop. Mees. Stop. Ja. Goed gedaan. Ja. Rustig. Remmen. Mees, rustig. Mees, stop! Stop! Ja, Sam deed het als eerste hartstikke goed. Hij heeft natuurlijk niet zoveel angst. En hij zat goed op de fiets. En hij had goed contact met de hond. En ja, die combinatie maakt dat hij het gewoon goed deed. Dus Annemarie moet nog een beetje oefenen. Zo, Mees nog een beetje herstellen. Zeg, wat vond jij er eigenlijk van? Ik vond het echt geweldig. Dat is echt aan te raden. Dit. Ja, jij zat echt met een smile op de fiets, hè? Ja. Ik vond het wel doodeng, hoor. Samengeknepen billen en klotsende oksels. Dus in één woord, wat vond je van deze sport? Aan te raden.